Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een favoriete video voor jullie. Het zijn de favorieten van juni. Juni was weer een maand die echt ook weer voorbij is gevlogen. En er zijn toch een aantal producten uitgekomen die ik heel erg fijn vond. En die ga ik jullie laten zien. Ik moet wel zeggen dat het minder producten zijn als die ik eigenlijk normaal heb. Het viel me een beetje tegen de buik die ik bij elkaar heb geschraapt. Maar goed, ik ga het gewoon aan jullie laten zien. En als je daar benieuwd naar bent, zou ik zeggen, kijk zeker even mee. Ik ga beginnen met deze spiegel. Deze spiegel die heb ik al in een eerdere video laten zien, volgens mij in de mini-shoplog. En dit is een spiegeltje van de Action. Het is een dupe van de Modern Mirror. Hij heeft 8 lampjes. En deze is van de Action. En ik vond het echt een favoriet, omdat... Ja, de spiegel is 4 euro en een modelmirror 32. En ik moet zeggen dat het batterijtje die deze spiegel heeft veel makkelijker te vervangen is dan die van de modelmirror. En hij is makkelijker te koop, moet ik eigenlijk zeggen. Vervangen is een beetje hetzelfde, maar hij is veel makkelijker te verkrijgen, zo'n batterijtje. En hij is een stuk goedkoper en daarom vond ik dit absoluut een favoriet. Dan heb ik van Makeup Academy Luxe een Bronze en Sculpt Contour Kit. En volgens mij is die heel erg aan het shinen. Het is een gouden verpakking en ziet er echt heel erg mooi uit. Ik heb de kleur Medium Dark. En ik moet zeggen, toen ik hem voor het eerst ging gebruiken, toen dacht ik echt oké, want ik ging ermee contouren en het was echt super donker. Dus ik dacht eerst van nou, oké, als dit het is, weet ik niet of ik er blij mee ben. Uiteindelijk ging ik hem inblenden en dat ging super makkelijk en hij was zo mooi ingeblend dat je, ja, dat het toch uiteindelijk goed bij mijn huid paste. Het is een product met een dubbele bodem. Bovenop zie je de highlighter, ook heb je een spiegeltje. Dus de highlighter en als je de highlighter overklapt zie je de bronzer. Nou ja, ik weet niet of jullie het op video goed kunnen zien, maar hij is echt super donker. Volgens mij komt hij op de video iets lichter over op de camera. Maar goed, uiteindelijk beviel die heel erg goed. Dus uiteindelijk was ik heel erg blij dat ik deze kleur had gekozen. Het bleek ook dat je ook volgens mij nog een lichtere kleur had. Maar dat is mij niet eens opgevallen. Maar hij is goed uitgepakt. Dus ik ben er blij mee. Dan heb ik van Fashion Professional deze make-up primer. Fashion Professional is te koop bij Action. En dit is een olievrije make-up primer. Het is 30 milliliter. Een hele fijne primer. Je hebt, ja, make-up blijft er goed van zitten. Er zitten niet echt... hoe heet dat? Zit erin? Geen siliconen. Dus je hebt niet echt het gevoel alsof je een hele laag op je gezicht hebt. En dat vind ik altijd wel heel fijn. Ik weet dat sommige primers siliconen gebruiken. En dat is gewoon zo... verstikkend een beetje als je dat opbrengt. Maar dat heeft deze dus niet. En ja, omdat mijn make-up goed bleef zitten, vond ik dit ook wel een heel fijn product. Dan heb ik van Catrice de Ultra Curl en Volume Mascara Lashes to Kill. Dat is deze mascara. Heeft een beetje een aparte vorm. Deze mascara die... Dit is eigenlijk de eerste echte low budget mascara die... net zoveel volume geeft als een mascara van bijvoorbeeld Rimmel of L'Oreal. En daar was ik echt verbaasd over. Normaal als ik een low budget product probeer, low budget mascara, en ze beloven veel volume, dan ja, oké. Is vaak toch de verwachting lager, omdat de prijs veel lager ligt en vaak valt de kwaliteit een beetje tegen. Maar bij deze... de kwaliteit echt super goed uit. Ja, het volume wat hij gaf was gewoon zo erg sterk dat ik echt helemaal weg was van deze mascara gelijk. Dan heb ik de BB Cream van Fashion Professional in de kleur Light. Deze BB Cream was nieuw in het assortiment. Ik heb hem tenminste nooit eerder gezien. En ik was eigenlijk op zoek naar een lichtere BB cream. Ik had ook die van Max & More zelf. Maar die had ik in de kleur medium. En die was eigenlijk te donker voor mijn huid. Dus ik was op zoek naar een light versie. En toen kwam ik deze tegen. Deze heeft SPF 15. UV protection. Dus
daar was ik heel nieuwsgierig naar. En ik vond de kleur is zo goed bevallen. En er zit zoveel pigment in de kleur dat ik niet gelijk door had dat het een BB cream was. Ik vond het echt zo goed. Ik heb echt zelden zo goede BB cream geprobeerd. Dus ik was hier echt helemaal weg van. Dan heb ik een micellair cleansing water voor de dry sensitive skin van de Action. Micellair water is eigenlijk niet meer weg te denken in de winkels. En ook Action heeft een versie uitgebracht. Je hebt twee versies. Volgens mij ook eentje voor de normale huid. Die heeft een groene verpakking. En de paarse is voor de dry and sensitive skin. Ja, mijn make-up wordt er eigenlijk prima mee verwijderd. Dus dat zit allemaal goed. Ik heb hem ook op mijn ogen gebruikt. Ik moet zeggen dat ik de dag erna wel een beetje last van mijn ogen had. Maar ik durf niet te zeggen of dit aan het micellair water lag. Of dat het gewoon iets was ja, wat bij mezelf is gekomen of van het slapen. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, ik vond het wel een hele fijne low budget micellair water. Dus als je op zoek bent naar een low budget variant is dit echt een aanrader. Dan heb ik het I Love Obsession palet van I Love Makeup. Dit is de Pure Cult editie. Dit is gewoon een hele mooie oogschaduwpaletten met hele mooie kleuren, hele mooie looks. Het is een heel, de kleuren zijn gewoon heel intens. Je kunt er echt hele mooie looks mee creëren. En nou ben ik sowieso fan van I Love Makeup. De paletten zijn gewoon zo goed. Denk aan de chocolate palettes. Die zijn al super. Dus ik ben echt blij dat dit ook zo'n goed paletten was. Dan heb ik van Catrice de Glossy Lip Glow. Dat is dit product. Het is een lipgloss met een roze applicator. En hij lijkt doorzichtig, de lipgloss. Maar zodra je de lipgloss aanbrengt met de applicator, geef deze kleur af op je lippen. Het is wel een beetje, het ligt er een beetje aan hoe de kleur wordt. Of die intens roze wordt, of die licht roze blijft. Dat ligt ook een beetje aan de kleur van je eigen lippen. Maar ik vond dit echt, ja, ik had er in het begin niet heel veel verwachtingen van. En toen ging ik hem gebruiken en ik vond het echt zo goed. Ik vond dit echt een, het lijkt een soort van, verrassingslipgloss, wonderlipgloss. Omdat je gewoon niet weet wat voor kleur je lippen krijgen. Maar ik vind dit echt een super, super goede lipgloss. Hij plakt ook niet. Dat is wel eventjes een belangrijk detail. Als een lipgloss plakt, dan heb ik er eigenlijk al heel snel een beetje genoeg van. Omdat als je er weer in wind gaat en dan zitten je haren gaan aan je lipgloss plakken. En dat vind ik zo vies. Maar bij deze, omdat hij niet plakt, is dat gewoon een super groot voordeel. Dan heb ik een W7 oogschaduwpaletten, het Golden Brown palet. Dit zijn van die kleine make-up paletjes. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik vind deze kleur echt een beetje paarsachtig. Dus op zich, de naam, die begrijp ik niet. Want er zit geen goud en ook niet echt paars of bruin in. Maar ik vond het pigment wel heel erg goed van dit palet. En je kunt wel hele leuke looks mee maken. Dus ja, op zich vond ik dat allemaal prima. Ik vond alleen de naam niet zo geschikt. Maar ja, ik vond toch wel dat die toch wel een beetje bij de favorieten hoorde. Dus ik heb hem er toch bij gedaan. Omdat het wel gewoon een heel leuk palet is om mee te spelen qua kleuren. Dan heb ik een mascara van Essence. Eigenlijk product dat bij elkaar hoort. Allereerst de Forbidden Volume Mascara. Ik heb de gewone versie, niet de waterproof versie. Deze belooft gewoon heel veel formule. En je ziet ook echt daadwerkelijk wel volume terug. En hij is dus in combinatie met de topcoat. En dat is dus deze. Dit is de Forbidden Volume Flawless Mascara topcoat. En het werkt echt. Je ziet echt zoveel verschil als je alleen de mascara gebruikt of hem in combinatie met de topcoat. Dit duo is echt, dit is echt een top duo gewoon. Een gouden duo, hoe je het ook wilt zeggen. Het is echt super, super goed deze twee producten bij elkaar. Dus dat vond ik echt super leuk. Dat het echt zo goed werkte. Dan heb ik nog
wat producten uit de limited editie van Essence. En dat was de Bloggers Beauty Secret. Het was een collectie die heel snel uitverkocht was. En ja, ik ging in eerste instantie, wilde ik heel graag ook voor de producten van Serena gaan. Van Serena van Beauty Lab, die heeft de producten voor Nederland gemaakt. Helaas was haar paletten heel snel uitverkocht. Dus ik heb de Palmier van Palmira, zij is van Beauty Palmira, heb ik nagellakje nummer 2 Hello Beautiful, een heel mooi roze nagellakje, heel leuk kleurtje. Wel heb ik van Serena ook haar nagellakje en deze heet Shine Bright nummer 4, echt een heel mooi kleurtje, echt heel leuk blauw, lekker zomers. En ik heb van Essence Beauty Secrets een palette. En dit is de Vintage Rose Eye palette. En die is ook van Palmira. En dit is een palette met vooral oogproducten. Eigenlijk alleen maar oogproducten. Het ziet er zo uit. En dit zijn de producten. En ik vond de producten echt heel goed werken. Je kunt er echt hele mooie looks mee creëren. Dus ik vond het ook echt een favoriet. Leuk detail. Ik ben lid van de Kruidvat app door middel van de Kruidvat voordeelkaart. En daar werd opnieuw nog één keer de Beauty Secrets, Bloggers Beauty Secrets collectie aangeboden. Via de website met 50 cent korting. En daar heb ik dus alsnog het paletten van Serena kunnen scoren. Ik kan jullie die helaas nog niet laten zien, want op het moment dat ik deze video opneem, moet ik hem nog ophalen. Maar in ieder geval, ik heb hem dus alsnog kunnen bemachtigen. En ik heb wel reviews al gelezen van andere bloggers en die zagen er gewoon heel goed uit. Dat ik eigenlijk ervan overtuigd ben dat het gewoon een heel goed palet gaat zijn. Maar ja, misschien dat ik die er dan nog bij doe bij een volgende video. Maar dat moet ik even kijken. Misschien dat ik hem bij jullie nog eventjes laat zien. Maar in ieder geval, ja, ik ben blij dat ik hem alsnog heb kunnen scoren. Dit waren ook gelijk al mijn producten van juni. Wat ik al zei, ik vond het zelf een beetje karig. Misschien denk je, oké, het waren er best wel veel. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je je abonneren op mijn kanaal. En ik zie je heel snel weer. Doei!